Welkom bij weer een nieuwe video van Gomers. We staan vandaag in de haven van IJmuiden en we hebben de Mercedes-Benz X-klasse meegenomen. Nou, op dit wegdek hebben we al meerdere auto's die goed uit de voeten kunnen, dus we gaan hem ook nog even anders proberen. Kijk hoe hij dat doet. Ja, ik denk dat we het terrein wel hebben gevonden. De Crosskuil in IJmuiden. Nou, we hebben de X-klasse in zijn drijf gezet in zijn lage gearing met pertinente vierwielaandrijving. En we gaan eens kijken hoe schuin we door de bocht heen kunnen. De parkeersers worden gaan af, dus dat is ook wel een teken dat we lekker schuin gaan. Even wat water mee pakken. Door de aanrijhoek van de X-klasse kan je wat dat betreft echt bizarre capriolen uithalen. Dus dat is wel ontzettend gaaf om te doen. We hebben de 360 graden camera aan. Waardoor je eigenlijk alles kan zien. Links, rechts, voor je en achter je. En dat is in deze omgeving wel heel erg handig. Want voor ons de ene kuil naar de andere kuil doemt op. En soms rijdt er ook nog wel zo'n crossmotortje langs. Dus dan is het ook wel lekker dat je even mee kan kijken wat er allemaal gebeurt. Hoppa. Nou, de vierwielaandrijving doet echt uitstekend zijn werk. Want we komen overal doorheen. Dat verbaast me elke keer weer eigenlijk. Dus kijken hoe stijl we heuvels opgaan. En ook zeker naar beneden. Nee hoor, de parkeerders worden afgaan, die schrikken zelfs van wat we aan het doen zijn. Maar ja, tot nu toe gaat alles perfect, moet ik zeggen. Dus we gaan nog eens even kijken of we... ik zie daar een enorme uitdaging. Onze cameraman is ervan overtuigd dat we daar op kunnen. Ik twijfel nog steeds. Maar goed, we gaan het wel proberen. Oké, daar gaan we. Dit is een stijging die... Nou, dat had ik niet verwacht. Maar we redden net, er was toch een twijfelmomentje onderweg, maar goed. Zo kunnen we ook eindigen, maar het is gelukkig nog niet gebeurd. Om bij te komen van al het offroad geweld, hebben we de auto even geparkeerd en zijn we eruit gestapt. We hebben een progressive uitvoering meegenomen. Dat is eigenlijk de middelste uitvoering van de drie X-klasse types. We hebben een basisuitvoering. Dat is echt het werkpaard. Dat is bedoeld voor het industriële. Dus daar kunt u alles mee. We hebben de progressive uitvoering. Die hangt er precies tussenin. Dus zowel op het geasfalteerde wegdek als hier in het ruwe terrein. Komt die perfect tot uiting. En we hebben de power. Dat is echt meer de wegdek variant. Wat grotere velgen nog. En iets meer bedoeld voor het geasfalteerde. Zoals je ziet hebben we hem goed smerig gemaakt. De X-klasse. Hij kan het dus echt. De vierwielaandrijving doet perfect zijn werk. Dus zelfs met die hoge stijlingen en afdalingen die u net heeft gezien, doet hij het perfect. Hij is er in geel kenteken en in grijs kenteken. Dus ook voor de ondernemer is hij er zonder BPM verkrijgbaar. Maar vraag voor die voorwaarden bij onze verkoopadviseurs wat daar de mogelijkheden in zijn. We gaan hem straks nog even lekker proberen. Het leuke aan de X-klasse, wat eigenlijk bij elke pick-up geldt, is dat je allerlei soorten accessoires kan toevoegen. Dus je kan hem helemaal opbouwen naar je eigen wens. Wij hebben gekozen voor onze demonstratieauto voor een klep. Dus een mooi afgedekte laadruimte. Er kan ook nog een huif op, er kan een rollo op. Uiteraard ook een open bak met daarin een kunststofbak, zodat de bak mooi beschermd blijft. De rolbars achterop. Je kan eigenlijk alles op plaatsen wat je wil. Ook die treeplanken, die zijn zeker met deze omstandigheden heel functioneel. Maar maak hem helemaal je eigen en zorg voor je eigen accessoirepakket, zodat het jouw auto is. Helaas hoort dit er ook bij, het schoonmaken van mijn auto. Dus laten we dat maar doen. Nou, tot de volgende keer.